Vandaag ga ik met Mufasa naar de dierenarts, want hij wordt vandaag geopereerd. Ik heb een bultje gevonden eigenlijk bij hem. En 2 weken geleden ben ik al naar de dokter geweest. En het is een bultje bij de anus. Dus in eerste instantie dacht ze misschien vanuit het is misschien een ontsteking van een kliertje. En ik had een zalfje en een dergelijke meegekregen. Alleen na 2 weken is het nog steeds niet weg. En op doktersadvies, of dierenartsadvies in dit geval, moet het weggesneden worden. Dus we zijn vroeg wakker. Ik ga hem nu naar de dierenarts in Parera brengen. En dan, wish us luck, beterschap, weet ik het allemaal. Hij zou in principe een halve dag daar moeten blijven. Dus let's go. Ben je klaar voor? Je bent nog moe, hè? Het is vroeg. Het is veel te vroeg. Ja. Oh. Ja, wij staan natuurlijk normaal nooit om 7 uur 's ochtends op. Dus het is even wennen. Voor hem ook. Maar hij is in ieder geval wel lekker rustig nou. Dus dat scheelt. Ik geef mijn spulletjes pakken en dan gaan we. Mufasa is nog helemaal slaapdronken. Kijk. Hi, Mufi. Ben je zo moe? Het is zo vroeg, hè? Kijk hoe je erbij zit dan. Oh, sorry hoor. Oh, lieve toch. Tot vanmiddag. Ik heb net Mufasa afgezet bij de dierenarts. En ik vind dat toch wel pittig dan. Gewoon, je geeft hem dan weg aan iemand en hij gaat onder narcose. En dan hoop je maar dat het allemaal goed gaat. Ik kan hem in principe tussen 12 en 2 ophalen, zegt ze. Dus ik ben hier gewoon om 12 uur natuurlijk. En kan niks anders doen dan wachten. Dus het was wel sneu. Ik moest hem in zo'n kennelhokje doen. En voor het eerst dat Mufasa echt ging janken gewoon. Helemaal. Dat heb ik hem nog nooit horen doen. Echt super sneu. Nou, dan kijk je in die ogen en dan voel je gewoon dat hij denkt van verrader. Verrader, je laat me hier achter. En dat is zo erg. Maar ja. Komt helemaal goed. Oh man. Ik ben er gewoon buiten adem van. En ik heb er ook zo slecht van geslapen. Ik ben vannacht een paar keer wakker geworden. Ik kwam sowieso al niet echt in slaap. Ik had vannacht gewoon echt buikkrampen ervan. Gewoon de stress, joh. De stress. Anyway, het is nog redelijk vroeg. Dus ik ga nu naar huis. En dan ga ik gewoon even lekker het huisje schoonmaken en opknappen. Want ja, nu dat Mufasa er niet is... Om rond te rennen en in de bezem te bijten en in de stofzuiger te bijten, kan ik dat in ieder geval rustig doen. En dan hoop ik dat het tegen die tijd bijna 12 uur is. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik heb net Mufasa opgehaald en hij is nog een beetje versuft, die arme schat. Hij wil niet uit de auto. Mufasa, ga je weer naar binnen? Ik wil lekker in de airco liggen, kom. Kom maar. Kom hier. Val je weer in slaap? Oh, boefie toch. Oh, goed zo. Gaat het, kerel? Rustig aan, hè? Oh, wat heb je? Salamannetje gezien. En nou is weer wakker. Dan is hij ineens weer helemaal alert.
Heel eventjes naar binnen hoor. Afijn. Oh, shit. Maar zo. Oh, mijn god. Wat ben ik aan het doen? Dus alles is goed gegaan. De operatie is geslaagd. Je mag vandaag nog even niks eten. Wel een klein beetje drinken. En verder... ja, de komende... wat is het? 2 weken ongeveer krijgt hij nog medicatie. Voor de genezing. Oh, hij gaat ook meteen al... Daar gaat hij. Hij gaat meteen naar mijn kamer. Hij dacht van, zoek jij me lekker uit, ik ga in de airco liggen. Anyway, ik heb vandaag vrijgenomen zodat ik lekker een beetje op hem kan passen. En een beetje kan vertroetelen natuurlijk, want dat is toch mijn baby. En verder, ja, verder niks. Ik zit nog steeds met de verhuizing. Zijn druk bezig om het nieuwe pand helemaal klaar te maken. Om daar hopelijk volgende week of begin van de volgende maand eigenlijk in te gaan trekken. En dat ga ik dan natuurlijk ook allemaal filmen. Oh, ik ben kapot. Het is warm. Ik ga eventjes wat drinken en eten. Ja, dus nogmaals sorry dat ik de laatste tijd wat minder van me laat horen. Ik heb het gewoon echt heel druk met allemaal dingen. En mijn vlog en mijn YouTube staat... dan een beetje onderaan het lijstje. Ik ben ook druk bezig geweest met mijn Mermaid School een beetje een boost te geven. Superleuk. Ik heb laatst een hele mooie fotoshoot gehad. En een zwemles. Dus dat begint ook langzaam te komen. Ja. Dat is het. Dus als je niks van me hoort. Ik ben er nog steeds. Ik ben gewoon... Ik heb te veel in mijn hoofd. Te veel stress. En geen tijd. Dat is het eigenlijk. Heel erg bedankt in ieder geval voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!